700 jongeren stappen vanavond de trein op van Brussel naar Warschau in Polen. Daar is momenteel de klimaattop van de Verenigde Naties aan de gang. Morgen lopen de activisten mee in een mars waarmee ze de politici willen overhalen om duidelijke afspraken te maken over de bescherming van ons klimaat. Wij volgen Barbara tijdens haar voorbereidingen op de in totaal 40 uur durende treinrit en de betoging van morgen. Ik ga mee omdat ik zin heb om een keer echt erbij te zijn als er zo'n grote protestactie is. Ik heb nu echt wel het gevoel dat we zijn echt op een superbelangrijk punt in de geschiedenis, waarin dat klimaat van deze eeuw echt wel keihard kan veranderen. En het is zo belangrijk en er zijn zo weinig mensen die echt actief daartegen protesteren. En ik heb ook altijd zo aan de zijlijnen staan en nu wil ik eigenlijk echt gewoon erbij zijn en dat zien. Oké, dat je niet alle problemen direct kunt oplossen, maar we weten nu al zo lang wat de problemen zijn en dan nog gaat de wereld gewoon door en de politici doen niets en dat is gewoon absurd. Daarover gaat die top ook echt, over politiek vergaderd nog een keer over het milieuproblematiek. Denk je dat dat iets gaat uithalen, die betoging? Dat is zo'n vraag. Dat gaat altijd iets uit op een bepaald niveau, maar gaat dat iets veranderen? Verandering is iets heel complex en er is verandering op klein, op laag niveau en er is verandering op groot niveau. En het is heel makkelijk om te denken van ja, dit gaat misschien nu niet alles veranderen, natuurlijk niet, maar het is wel heel belangrijk om daar te zijn. En, ik sta echt klaar om in de trein te springen. Ik heb er zin in. Tijdstip voor Warschau.